Wij missen jullie! Heel veel groetjes! Van de allemeesters en juffen! Dag! Doei doei! Hopelijk tot snel! Hallo, Mieke hier. Ik wil iedereen ook natuurlijk even een warm hart toedragen in deze barre tijden. Niks aan. Maar ja, wat moet dan moet. Safety first. Blijf met z'n allen thuis. Blijf een goede gezondheid en een dikke pluim naar alle die zorg dragen voor ons. En hopelijk zien wij elkaar snel en heffen wij het glas op de vrijheid. Succes allemaal en blijf binnen. Hoi hoi! Uiteraard wil ook ik alle Venrijnaren en de rest van Nederland een hart onder de riem steken. Wat een bizarre, ellendige tijd. Onze vrijheid wordt afgenomen, er vallen heel veel slachtoffers. En met name de ouderen onder ons die eenzaam zijn en die het misschien niet eens snappen. Uiteindelijk gaat het allemaal goed komen. Dat is de boodschap en daar houden we ons ook aan vast. Maar vrijheid, die normaal zo vanzelfsprekend was, is nu super schaars. Een wandeling door het bos kan je zelfs doen realiseren hoe mooi het kan zijn en dat het normaal vanzelfsprekend is. Nu even niet. Maar ik weet zeker dat we met z'n allen, want ook echt met z'n allen, erachter staan en dat het helemaal goed zal komen. En daar gaat natuurlijk tijd overheen en we hebben daar iedereen voor nodig en met name alle hulpverleners. Dank je. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar ik hoop echt samen sterk dat geldt voor ons allemaal. Dikke kus vanuit hier. Hou jullie allemaal sterk. Blijf gezond en graag tot snel allemaal weer. Doei doei. Lieve mensen van Venray, het coronavirus, het had ons allemaal in de macht. Het overkomt ons en heel veel hebben angst om het wellicht op te kunnen krijgen. Dus dat betekent dat we met z'n allen volop in de angst leven in deze gemeenschap. Een angst die we met z'n allen niet kennen, want samen hebben we één doel om ervoor te zorgen dat het in Venray goed wonen, werken en vertoeven is. En ook in het kader van het verenigingsleven zien we daar ontzettend op dit moment de gevolgen van. En laten we hopen dat we met z'n allen de saamhorigheid die we met z'n allen kennen voor het verenigingsleven en voor het politieke leven en voor ons allen gaat zorgen voor een ontzettende boost in de toekomst. Dat wens ik jullie toe. Ik wens jullie een hele goede gezondheid toe. De mensen die nou hersteld zien, hopelijk spreken we elkaar heel snel weer. En de mensen die ons helaas ontvallen zien, die wil ik in ieder geval de nabestaanden ontzettend condoleren in deze erbarmelijke tijd. Maar samen gaan we ervoor. Heel veel succes! De zon schijnt door de ramen, de les gaat weer van start. Laat me maar verdwalen in mijn boeken en mijn hart. Dat verlangt naar al die uren, zo zittend in de klas. De les niet lang genoeg kon duren, omdat het stiekem best leuk was. Kijk ik nu naar buiten, klopt mijn hartje toch wel snel. Snel mag ik hopen, hoor ik eindelijk weer die harde bel. Want morgen hoor ik jou zingen. Morgen is het niet meer stil. Morgen maken we herinneringen op de plek waar ik mag groeien, de plek waar ik mag zijn, de plek waar ik toch wel graag heen wil. Op de tafel, mam neemt alles door. Hoe ze het doet is mijn raadsel, dus wijs neem ik me voor. Mijn huiswerk bij te houden, zodat ik later weer kan gaan. Als alles is weer bij het oude, ik mijn vrienden weer zien staan. Kijk ik nu naar buiten, klopt mijn hartje toch wel snel. Snel dat mag ik hopen, hoor ik eindelijk weer die harde bel. Want morgen hoor ik.
hingen.